Veel machines worden na vijf jaar vervangen voor nieuwe machines terwijl ze pas op 30% van hun technische levensduur zitten. Nieuwe machines worden geplaatst en de oude weggegooid. Dit kan blijkbaar anders. We gaan bij Eduard van Helmond langs van E-Tech om meer te leren over maatschappelijk verantwoord printen. Verduurzaming is nodig binnen de printbranche, omdat wij zien dat in de markt machines steeds minder gebruikt worden, de volumes nemen af, de storingsfrequenties nemen af omdat machines steeds beter worden en er zijn geen echte innovaties meer. Op het product zelf. Toch zien we dat onder druk van de fabrieken, de fabrieken in Japan die moeten rollen, machines vroegtijdig uit de markt worden gehaald, terwijl ze technisch nog niet zijn afgeschreven. Dan moet je weten dat het produceren van één multifunctional in Japan 540 kg CO2-uitstoot genereert en dat er 15 kg verpakkingsmateriaal nodig is om die machine hierheen te halen. Dus het vroegtijdig weghalen van machines uit de markt is enorm belastend voor het milieu en het kost de klant ook nog eens geld. Om duurzamer te kunnen printen hebben wij het maatschappelijk verantwoord printenconcept bedacht. En dat doen we middels de inzet van long-life machines. Machines ook in te zetten op basis van een technische levensduur, die vaak een langere leven genereert, en klanten helpen hun documentstromen te digitaliseren. Long-life machines zijn machines die terugkomen van een klant. Die vaak pas 30% van hun technische levensduur hebben gehad. Die gaan wij compleet refurbishen en weer terugzetten in de markt met ons al in service- en onderhoudscontract. Of het zijn fabrieksnieuwe machines die wij inzetten op een technische levensduur, waardoor ze vaak twee keer zo lang in de markt kunnen laten staan. De economische levensduur is de levensduur dat het apparaat wordt afgeschreven, financieel gezien. De technische levensduur is de levensduur dat het apparaat eigenlijk mee kan. Vaak blijkt dat de technische levensduur twee keer zo lang is als de economische levensduur. De technische levensduur wordt gegarandeerd omdat er geen echte innovatie meer op de hardware zit, alleen op de software en die wordt geüpdate. Daarnaast wordt er een service en dienstverlening geboden die de hele technische levensduur ondersteunt. De voordelen van de klant zijn dat hij zijn machine veel minder vaak hoeft te vervangen of in het al in een huurconcept veel langer mee kan doen. Dit bespaart aan de ene kant kosten tot wel 30 en 40 procent en natuurlijk ook veel CO2-uitstoot. De kwaliteit van de rebuildmachines kan gewaarborgd worden door gebruik te maken van A-kwaliteit merken, onderdelen, een goed rebuildproces en daarna de juiste dienstverlening in het veld. Er kan in de toekomst nog meer verantwoordelijk geprint worden door gebruik te maken van slimme softwareoplossingen, zodat je efficiënter kan printen. Samenvattend. Door het hergebruik van machines, het inzetten op technische levensduur, eventueel slimme softwareoplossingen, kunnen we allemaal ons steentje bijdragen en milieubesparend bezig zijn.